Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar mijn allereerste weekendvlog. Het is vandaag vrijdag 26 maart en ik neem jullie gezellig dit weekend mee. Dit is mijn outfit voor vandaag. Een jurkje van My Jewelry, een riempje van Stradivarius. De sieraden zijn, deze komt van Jules sieraden. Mijn oorbellen, die heb ik gekregen een keer. Deze van een groothandel. Armbandje van musthavenl.nl. En eentje van mijn eigen webshop Armor Fashion. En deze armbandjes een keer op Ameland gekocht. Oké, ik ga nu dus onderweg naar de bushalte. En dan richting stage voor de opdrachten te maken. Ik ben net klaar met de stageopdrachten. En ik ga zo richting huis. Mijn moeder heeft me opgehaald. En dan heb ik een sollicitatie voor een vakantiebaan via de telefoon. Dus ik ben benieuwd. Nou, ik ben thuis. Ik ga even mijn kamer klaarmaken, want vanavond komen er twee vriendinnetjes logeren. En we moeten even een matras bij, dus die ga ik even van zolder halen. Zo, dat is allemaal gedaan. Ik zal jullie nog even uitleggen over mijn stage. Ik loop nu stage bij een verzorgster thuis. Ik doe de opleiding verpleegkunde. Ik zit in het tweede jaar. En naast mijn stage heb ik een eigen webshop met kleding, sieraden en accessoires, Imar Fashion. Zou leuk zijn als jullie die ook even volgen op Instagram. En dat is eigenlijk zo'n baantje daarnaast nog weer een beetje te veel. Dus heb ik alvast een sollicitatie gedaan voor zomervakantie. En dat heb ik straks. En dat is dus in de gehandicaptenzorg. Ik wou daar ook al wat ervaring op doen. En daar word ik zo voor gebeld. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, met zomerbaantjes helemaal goed gekomen. Die heb ik nu. Dus de gehandicaptenzorg vanaf, als mijn stage geëindigd is, vanaf 16 juli heb ik een bijbaantje in de gehandicaptenzorg. Superleuk, daar heb ik heel veel zin in. Ik ga nu onderweg mijn allereerste auto ophalen bij de garage in Citroën C1. Let's go. Dit is de auto. Hi, het is vandaag zaterdag 27 maart. Ik ben met Marit en Britt foto's aan het maken. Oh! Britt heeft de zonnebril op van Armor Fashion, de blazer en de straight pantalon. Jee. Ik heb een topje aan en een rokje voor de foto's. Goedemorgen, het is vandaag zondag 27 maart. Ik ga zo de richting de Action met mijn vriend. Ik heb net de bestelling ingepakt, zoals een filmpje hoe ik een bestelling inpak. Dit is een promotiepakketje voor Josephine Charlotte van Love Island. En ik neem jullie gezellig mee naar de Action, dus kijk gezellig mee. On my way. Gehad. Dat was echt super lekker. Ik ga nu even een bestelling inpakken. Ik heb vanmiddag ook een aantal ingepakt, maar ik zag dat er een bij was gekomen. Dus die ga ik ook nu inpakken. Hier heb ik al een paar bestellingen liggen. En er komt ook een super leuke samenwerking aan met een Love Island deelnemer van vorig jaar. En ik heb een actie lopen via TikTok. Als jij de eerste bent uit je provincie die nu bestelt, krijg je een kleinigheidje bij. En dit meisje was ook de eerste. Dus die ga ik nu met jullie inpakken. Ze heeft allemaal sieraden besteld. Dus deze ketting in het zilver. Ze heeft een bijpassend armbandje erbij besteld, ook in het zilver. En die heeft ze ook besteld in het goud. En die ga ik nu met jullie inpakken. Ik heb eerst een kaartje met mijn logo erop zo. En de prijs en de maat van de armband achterop. En wat ik altijd doe is knip ik in de bovenkant twee... knip ik even een streepje aan beide kanten. En dan doe ik hem zeg maar er doorheen, door die streepjes.
zeg maar zo. Aan het kaartje. Zie? Ja, zo. En in een leuk sieradenzakje. Deze doe ik samen met het andere armbandje erbij in. Ik verkoop ook kleding, zoals hier achter hangt. Op www.armafish.nl. En een kleine collectie aan sieraden. En zij via TikTok dus besteld via die actie. Dat is heel leuk. En wat ik net vertelde, dus dat er een samenwerking aankomt. Ik heb dus met Josephine Charlotte van Love Island een samenwerking. Zij heeft twee artsen uitgekozen die ik naar haar op ga sturen. En dan gaat zij op Instagram content voor mij maken. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Zo. Nou, die heb ik beide in een zakje gedaan. En nu ga ik de ketting inpakken. Wat ze heeft besteld. Ze heeft deze ketting besteld. Ze heeft allemaal sieraden besteld. Dus deze ketting in het zilver. Ze heeft een bijpassend armbandje erbij besteld. Ook in het zilver. En die heeft ze ook besteld in het goud. En die ga ik nu met jullie inpakken. Ik heb eerst een kaartje met mijn logo erop zo. En de prijs en de maat van de armband achterop. En wat ik altijd doe is knip ik in de bovenkant twee. Knip ik even een streepje aan beide kanten. En dan doe ik hem zeg maar er doorheen door die zeg maar zo aan het kaartje. Zien? Ja, zo. En in een leuk sieradenzakje. Deze doe ik samen met het andere armbandje erbij in. Ik verkoop ook kleding, zoals hier achter hangt. Op www.armafish.nl. En een kleine collectie aan sieraden. En zij via TikTok dus besteld via die actie. Dat is heel leuk. En wat ik net vertelde, dus dat er een samenwerking aankomt. Ik heb dus met Josephine Charlotte van Love Island een samenwerking. Zij heeft twee artsen uitgekozen die ik naar haar op ga sturen. En dan gaat zij op Instagram content voor mij maken. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Zo. Nou, die heb ik beide in een zakje gedaan. En nu ga ik de ketting inpakken. Zakje. In deze pantenzakje. Deze. De sieraden met het zakje erom. Zo. Doe ik daar een leuk stickertje op. Zo. En dan ga ik even de verzendzak pakken of envelop. Ja, de verzend doe ik het in bubbeltjes enveloppen, deze roze. Kleding verzend ik in zulke zakken. Met I'm so happy to see you erop. Dus deze doe ik hierin. Dan doe ik nog even een handgeschreven kaartje erbij in. Met van, nou veel plezier met je bestelling. Deze doe ik erbij in. Die moet ik nog even schrijven. En de pakbon ga ik even uitprinten. Bij de bestelling in. Ja, hier. En omdat zij dus de eerste uit haar provincie was vanaf die TikTok aan, doe ik een kleinigheidje bij. Dus ik doe een leuke scrunchie erbij, een paarse. Even een leuk zakje. Leuk stickertje erop. En dit doe ik erbij in. En dan nog alleen nog
postzegel erop. Dus moet ik hem even wegen en het adres erop. En dan is hij ready to go. Ook leuk om te vertellen, ook sinds kort verkoop ik zonnebrillen. En dat zijn deze. Even kijken hoor. Deze is voor mannen. Maar hij is ook heel leuk voor vrouwen. En nou ja, deze vlog vertelt dat ik jullie de nieuwe items even zou laten zien die ik van de week online heb gezet. Dus die ga ik er nu even bij pakken. Ik heb een beetje warm, dus daarom ben ik zo rood. Maar ik heb dus nieuw online gezet deze pantalon, straight legs. Als jullie betere aanfoto's willen zien, dan kunnen jullie het beste op mijn webshop of even op mijn Instagram kijken. Dus deze heb ik online gegooid. Dit hele mooie satijnen champagne beige-achtige kleur blouse. Als je het goed kan zien, ja. Voor 25 euro. Daarnaast heb ik dus heel veel leuke items online staan. Dus neem vooral zeker een kijkje. Van rokjes tot truitjes, blousjes, van alles. Dit was dus mijn weekendvlog. Ik heb morgen om 7 uur weer stage. Het was misschien een beetje een rommelige weekendvlog. Maar ik moet ook nog een beetje wennen aan het vloggen. En ik ga dit zeker vaker doen. Comment nou wat jij voor video wil zien op mijn kanaal. En misschien ga ik het wel doen. Abonneer ook even. En volg mij op Instagram, Romy Zuidhof en Armor Fashion. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei!